Op Sportpark De Pongert is het Barendrecht, de nummer 4 van de tweede divisie, tegen IJsselmeervogels, de nummer 9. En de voorsprong is er. Een heerlijke treffer van Jongman voor Barendrecht. Geweldig ingeschoten. En na een half uur spelen is daar de 1-0 op slag van rust. Op deze treffer mag er zijn van Eekman. 2-0 voor Barendrecht. En natuurlijk niet altijd verrassend. Zij doen het goed in de subtop. Maar in de tweede helft komt daar wel een handsbal, een penalty, een rode kaart. En de penalty wordt benut. Rood was er voor Aarts. En dus is IJsselmeervogels helemaal terug in de wedstrijd. De ploeg van Adrie Poldervaart moet op gaan passen. Maar er komt ook een penalty voor Barendrecht. En die penalty wordt gemist. Eekman had al gescoord, zo fraai. Maar hij ziet nu zijn penalty gepakt worden door Schaap. En dan is hij er. Hij is er altijd. Nu als invaller. Hij scoort in de 94ste minuut. De bal zit erin. Barry Powell krijgt uiteindelijk het doelpunt op zijn naam. Want altijd is er Barry Powell. Of die bal er helemaal overheen is, ik vraag het me af. Maar het eindigt in 2-2.